Mijn naam is Kiane Vrolijk. Ik kom van College Sint-Nicolaas en ik ga over water praten. We gebruiken 30 miljoen liter water van kranen zo per dag. Dat is ongeveer 14 keer Olympische zwembaden die 50 bij 20 meter zijn en ook 2 meter diep zijn. Op Aruba hebben we niet genoeg oppervlakwater en grondwater. Maar van juist moeten we uit het zee uithalen, want er zijn niet genoeg grondwater en oppervlaktewater. Maar we kunnen gewoon niet het gaan drinken, want het moet door een zuiver proces gaan. Maar als we gaan drinkwater gaan maken, zijn er strenge regels die vastgesteld zijn door de World Health Organization en NSF, die de National Sanitation Organization. Deze twee hebben de vastgesteld om betere en schone water te maken. Inname en filteren. We moeten dit zijn, kun je op twee manieren man doen. De eerste is gewoon door een buis inhalen en met een lid, soort lid om te beschermen van grof vuil en zo. Dan moet het gefilterd worden door een mix van steentjes. En als het door stroom gaat, met stijpel door steentjes, gaat door en komt het fijnere water eruit. Maar manier 2 is beter en veel sneller, want het is al gefilterd door de koraalsteentjes. En ook, het is ook door een pijp opgehaald. Deze twee manieren hebben toch goed gedaan, maar er zijn nog niet, het moet nog wel niet drinkwater, het is nog niet drinkwater. Nu hebben we puur zeewater, maar het is nog niet drinkbaar, want het is namelijk 2000 keer zouter dan normale water.